Aan een oude man. Ik ken hem niet. Ik kan toch niet goed volgen. Wat had die Werther nu gedaan? Werner. Dank u. Ik ben naar een muziekwinkel geweest om naar instrumenten te gaan kijken. Maar die waren veel te duur. En dus ga ik de volgende dag terug om te zeggen dat ik ze niet neem. Maar ondertussen heeft iemand anders al afgehaald. Maar zijn je zeker dat dat Werner was? Ja, welke andere kaalkop wist anders dat ik geïnteresseerd was in die instrumenten? Je hebt hem dus nog niet gezien. Maar nee, die is nergens te bekennen. Opgegaan in lucht met instrumenten en al. Verdomme, zelfs mijn identiteitskaart gepikt om dat materiaal mee te krijgen. Wat blief? Maar dan moet je naar de flikken, jongen. En beter vandaag dan morgen. De flikken. Die hebben mij 4 uur lang vastgehouden. En Alex heeft dat laten gebeuren? Maar die wist van niks. Die was niet eens te bereiken. Oh. En daarbij zeg, ik wil dat zelf kunnen oplossen, zonder altijd voor alles naar de politie te moeten lopen. Ja, en dan slaag krijgen. Ja, ik zou toch ook maar oppassen. Ik denk dat die Werner niet onderschatten is. Mij moet je ook niet onderschatten als ik kwaad word. Voilà. Dat is er een zoals ik. Er is meer dan één reden waarom dat ze me Louis Beton noemen. Hm? Het is te laat om nog naar uw leugens te luisteren, Frans. Ga jij in uw cel nog maar wel liegen. Ik kan u alleen maar zeggen dat ik weet dat het een oude man is die er zat. Café De Nieuwe Hoek of zoiets. Ik was er nog nooit geweest. En waarom nu ineens wel? Toevallig. Ik zwalpte op de rond die nacht. Ik wist met mezelf geen blijf door heel die historie met Thomas en Greet en Fernand. Het was de enige café die nog open was. En toevallig zit daar een oude man die toevallig uw pistool wil kopen dat jij toevallig de dag tevoren gekocht hebt. Nadat je toevallig lid bent geworden van een schietclub. Heb jij toevallig Fernand vermoord misschien? Hij zat in een hoek jenever te drinken. Hij was liefst dan al blijven slapen in dat café. Hij was bang om alleen naar huis te gaan. Die oude man aan wie dat jij zo gezegd het pistool verkocht hebt. Hij was pas terug uit het ziekenhuis. 2 weken eerder hadden 2 gemaskerde mannen hem 's nachts uit zijn bed gehaald en overvallen. En in elkaar geslagen voor een paar duizend frank. En jij hebt hem verteld dat hij beter 50.000 frank kon investeren in een pistool, zodat hij zich beter kon verdedigen. Hm? Zoiets, ja. Ik dacht het al. We doen morgen verder, Frans. Breng hem weg. Van de wielen. Ah, de pilot. Zeg het eens. Enfin, bedankt. Kathleentje, tot morgen. Wat gaat u nu doen? Tja, nog wat rondrijden zeker, om te zien of ik hem nergens kan vinden. Ik ga mee. Nee, maar alleen kind. Zou je dat nu wel doen? Stel je voor dat je die tegenkomt. Ja, dat is wel de bedoeling. Kathleen, uw vader is ongerust. Snap je dat niet? Je denkt dus toch dat ik hem niet aan kan. Nee, jongen, dat is het niet, maar met ons Kathleen erbij. Stel je toch maar eens voor dat je die... Ik zal er wel voor zorgen dat er niet gevochten wordt. Ik ga mee. Nee, pa, jij gaat niet mee. Als jij meegaat, dan gaat er pas gevochten worden. Denk je niet echt dat ik op dat eerste de beste zijn gezicht klop? Nee, ik vraag eerst uitleg. En als die me niet aanstaat, dan zit het er tegen. Louis, blijf maar hier. Maar beloof me dat je niet gaat vechten. Er zal Kathleen niks overkomen. Ik zal haar binnen een uurtje veilig terug thuis brengen. Meneer Beton? Ja. Dag. Je zult er toch aan moeten wennen dat je niet dag en nacht bij je dochter kunt zijn om haar te beschermen. Zeg, het is niet dat ik die Koenraad niet vertrouw, maar heb je die Werner al eens gezien? Je houdt hem dus nog vast. Oké, bedankt voor de inlichting, commissaris. En? Hij moet nog minstens 1 nacht in de cel blijven. Er duikt steeds meer en meer bezwaard materiaal tegen hem op. Hij heeft een goede advocaat nodig.
Dat zei Van de Wielen ook. Maar hoe kan dat nu toch allemaal? Ik wil mijn hand voor Frans in het vuur steken. Ja, maar wie zegt dan dat ik Frans afval? De commissaris zegt het ook, ongeacht wat hij persoonlijk van Frans denkt, hij is zich in een web van leugens aan het verstrikken. Waarom liegt hij? Dat begrijp ik niet. Misschien omdat de waarheid zo onwaarschijnlijk klinkt. Ik bedoel, neem nu die schietclub. Daar begrijp ik dus ook niks van. Normaal zou je dat toch tegen mij zeggen of mij minstens vragen om mee te gaan. Och, je kent hem toch. Hij kan zo impulsief zijn en... En zolang hij niet zeker weet of het maar een grill is, zwijgt hij tegen iedereen. Als hij dan wilt gaan dansen, dan moet ik meegaan omdat hij niet alleen durft. Frans? Dans? Daar wist ik niks van. Ik ook niet. Hij wil toch per se leren dansen om indruk te maken? Ik zie hem al bezig. Ja, ik heb hem bezig gezien. Hij is gelukkig na 2 weken gestopt. Op wie wou hij dan indruk maken? Op wie denkt je? Hij wou je toch per se terugwinnen van Fernand? Wat hij allemaal voor mij gedaan heeft. Hij zit serieus in de penarie. Hij heeft een goede advocaat nodig. Ik ken er een. Een heel goeie. Een heel dure. Ja, en waarvan moet ik die gaan betalen? Normaal zou ik zeggen, ik schiet u voor. Waarvan? Al ons geld steekt in de zaak. En als dat niet werkt, dan... Mag ik zo laat nog binnen? Wat denkt je, Sandra? Zullen we hem nog binnenlaten? Heeft hij een fles wijn bij? Of praline zoals ik? Alleen mezelf. Maar de volgende keer... Allee, het is goed. Oké. Okay. Voor 1 keer. Waar is Kim? Onder de douche. Ah, jij bent al geweest, zie ik. Ja. Als je mee met Kim onder de douche wilt, ja, dan zult je hier moeten uitkleden, hè? Ik denk niet dat Kim dat zou appreciëren. Dat je hier uitkleedt? Ja, dat ook niet. Maar ik bedoel dat ik bij haar onder de douche zou gaan staan. Geef er nog eens eentje, Maartje. Er moet opstoot wat vols. Ja, lever in een glas dan niet dicht. Nog een opstoot voor Volsken, hè? Ja. Ik ga hem niet meer huisdozen, hè. En als hij kots, kan hem het zelf opkussen deze keer. Wie kust hier altijd de kots op? Ik moet het niet weten. Zie maar dat met binnenuit. Kunnen we nog eens een daasje doen, Maartje? Ze biedt misschien, Volsken. Ja, juist, altijd. Ze biedt misschien. Zeg, ik dan met Frank van een trouw. Kom, kom. Het is waar niet zo mee, Gert. Je hebt alleen iets voor. Het is goed. Ontdek een ongekende hydratatie. Ik heb het zo niet bedoeld. Maar je bent mijn moeder niet. Die laat trouwens ook altijd haar badjas zo ver openstaan als er mannen in de buurt zijn. Ja, en ik ben eens benieuwd hoe lang Marco nog ambetant gaat blijven doen. Is hij nog altijd kwaad, omdat je dat gezegd hebt over Nieuw-Zeeland? Ik snap die vent niet. Het is toch niet zo raar dat zijn moeder naar Nieuw-Zeeland wil? Ze komt er vandaan. Volgens mij kan hij gewoon niet verdragen dat ze weg wil. Hij zal vinden dat ze de problemen ontloopt. Dat is niet. Marco kan niet verdragen dat ik het aan Alex heb verteld. Ach, hij zal misschien bang zijn dat er misschien misverstanden van komen. Zoals met die schoenen. Dat misverstand is wel aan hem te wijten. Ik zou me daar niet te veel van aantrekken. Volgens mij zijn jullie voor elkaar geschapen en dan overwin je alle wrijvingen. Wat weet jij daar eigenlijk van? Van wat? Van wie er in onze vriendenkring voor elkaar geschapen is. Sorry, dacht dat ik al bij hoorde. Blijkbaar moet ik mijn plaats nog verdienen. Troost je, Zil. Je bent niet de enige. Wat bedoelt je daar nu weer mee? Dat die douche blijkbaar geen goed heeft gedaan. Je kunt het in het vervolg misschien eens proberen met een koude. Hoe zijn wij nu terechtgekomen? Och, zo verkennen we nog eens nieuwe horizonten. Hier, schatjes. Sorry dat het zo lang heeft geduurd, hè. Maar ik sta er alleen voor. Oh, zit het match. Och, nog even geduld, volgens mij. Nog even geduld. Ik kan me niet voorstellen dat er nu die instrumenten gestorven wordt. Kathleen, als hij mij gewoon een hak wou zetten, hè, waar is hij dan? We hebben verdomme heel veel op ons afgespoord. Ah, je kunt misschien eens aan hem vragen om te helpen zoeken. Ah.
Ik dacht dat je wou gaan slapen. Hoe kan dat nu als ons Kathleen nog niet thuis is? Jij bent het overbezorgde type als het over de dochter gaat. Zet jij niet ongerust misschien? Ons Kathleen is met Koerad, je werd er gaan zoeken. Ja, werd er of Werner, het is al gelijk. Het is en blijft een gevaarlijke smeerlap. Je hebt nu toch eens wat meer vertrouwen in Koerad? Want je had gelijk toen je zei dat daar het hart van een leving schuilt. Heb je dat zo gezegd? Nee, maar je hebt hem met jezelf vergeleken. Oh. En in u schuilt er ook een leeuwenhart. Is dat het soort café waar je tegenwoordig uitgaat? Ja, dat zouden we aan u ook kunnen vragen, natuurlijk. Tegenwoordig neemt Alex mij mee naar zijn werk. Ja, het is de enige manier om elkaar te kunnen zien. Werk? Hier? Zou Inge eventjes bij jullie kunnen komen zitten? Ja, natuurlijk. Dank u. Tournee generaal. Marta? Ja. Oké. Okay. Ik heb een vraag. Flikken moeten hier geen vragen komen stellen. Zuipen en betalen, dat mag. Zolang je mijn klanten maar rust laat. Sorry, Gilles. Ik weet niet wat mij bezielde. Het is oké. Je hebt waarschijnlijk te hard gestudeerd, dat zal het wel zijn. Nee. Jaloezie, dat is het. Ja, uw badjas hing nogal ver open en Stef zijn ogen puilden uit een kassen. Maar dat is niet waar? Ik zeg toch niet dat je ongelijk hebt? Je bent ook maar een man, hè. Maar hing je echt zo ver open? Nou, s'avonds is er op tv meer te zien. Dat heb ik niet eens gemerkt. Je moet van mij geen jaloerse tang maken. Je moet niet beschaamd zijn, Kim. Ik ben ook al jaloers geweest. Op Veerle, zo'n geit. Nee, echt waar. Dan kun je beter jaloers zijn op Gilles. Hoe heet jij? Steve. Luister eens goed, hè, Steve. Of ik ga moeilijk doen over vergunningen en zo. Of jij beantwoordt één vraag. Heb jij deze man hier ooit gezien? Ik zou het niet kunnen zeggen, ik ken hem niet. Een van uw klanten is recentelijk overvallen in zijn eigen huis. Eén vraag had je gezegd. En dat is al de tweede, trouwens. Flikken zou moeten weten wanneer de mensen overvallen worden. Hè? Niet iedereen geeft een inbraak aan. Uit angst voor tegenmaatregelen. De mensen weten toch dat de flikken op hun kon blijven zitten. Oh, gaan we het toch moeilijk doen, Steve? Hij zal toch niet moeilijk beginnen doen, zeker? Wie? Alex? Of de cafébaas? Ik wil hier zo rap mogelijk weg. Wat komen jullie hier eigenlijk zoeken in zo'n café? We waren op zoek naar Werner. Die heeft instrumenten gestolen. Wat? Van Koen? Al die onrechtstreeks toch? Ja, heel goed. Mag ik deze dans van u? Ik heb twee met ballen betot om je uit te dansen. Nee. Ik wil met u dansen. Fons, we dansen straks wel verder. Hé, hey, kom. We gaan even zitten. Kom. Ik betaal u nog een kopstootje. Ja, ze heeft toch mijn echte commissaris en geen gangster. Ja, hey, kom. Het is goed. Kom. Oké, ik ga maar eens. Ik ook. En niet jaloers zijn, want we zijn met twee aparte auto's, hè, Stef? Blijf je niet? Nee, ik moet morgen vroeg opstaan. Allee, kom. Voor uw stage. Mag ik niet meegaan? Liever een andere keer. Het wordt morgen een moeilijke dag. Dan zie ik u helemaal niet morgen. Stef, hoe zit het? Misschien dat ik s'avonds nog eens binnenspring. Hè? Misschien ben ik te vroeg bij je komen inwonen. Hoezo? We kennen elkaar niet echt. We weten niet wat we aan elkaar hebben. Hoeveel roommates kennen elkaar van bij het begin? Jij en je vrienden. Jullie kennen elkaar al heel lang. Misschien pas ik niet in die kring. Dat is onzin, Jill. Nee, het ligt aan mij. Sandra had gelijk. Ik was jaloers.
Ik probeer Stef heus niet af te snoepen, hoor. Dat weet ik. Maar wat is het dan? Sinds mijn ontvoering is het alsof ik blokkeer. Iets in mijn hoofd blokkeert. Als een jongen intiem met mij wil zijn, dan... Ah, je klapt dicht als het op vrijen aankomt. Ik ben bang dat ik mij nooit meer zal kunnen laten gaan. Dat gaat wel over. Dat heeft tijd nodig. Hey, dat slijt vanzelf. Dat zegt iedereen. Dus het zal wel zo zijn. Maar ondertussen ben ik bang als ik iemand graag heb... Dat hij naar een ander loopt om aan zijn trekken te komen. Jij zegt wel vlak af wat je denkt. Wat dat betreft, zijt je net Sandra. Maar als Tiffy graag ziet, dan moet hij toch kunnen geduld opbrengen. Nu is het alsof ik Kathleen hoor praten. Ziet je wel dat je in onze vriendenkring thuis hoort? Alsjeblieft. Ja, dat is hem. Hij heeft hem ook uit op zijn kaapstok. Nee, Fonske, nee. Maar hij mag niet zomaar een pistool verkopen. Ook niet om u te helpen. Ik heb geen blaffen van hem gekocht. Ik zal u niet straffen, Fonske. Je moet niet bang zijn. Ik heb gezegd dat ik een blaffer wou. Maar toen om de zadendoos mee opkwam, heb ik het maar bedacht. Fonske, je moet wel eerlijk zijn. Er hangt veel van af. Vooral voor die persoon hier. Jongen, ik ben eerlijk. Ik heb gezegd. Neem dat maar terug mee. Maar dat er weer dieven komen, dan pakken ze het misschien af. En dan schieten ze maar een bal. Ben je absoluut zeker dat die man dat pistool terug meegenomen heeft? Ja, maar dat zeg je toch. Bon. Merci, Fonske. Is hij, jongen? Danst jij nog maar eens met Marta? Half 12 zouden ze thuis zijn. Kathleen heeft toch opgebeld om te zeggen dat ze Alex en Inge tegen het lijf zijn gelopen? Ja. Het is niet omdat er een commissaris bij is dat je tegenwoordig niet meer ongerust moet zijn. Enfin, er is nog wel iets anders dat op mijn maag ligt ook. Ja, dat zal de cognac wel zijn. Je weet dat je er niet tegen kunt. Nee. Heel die affaire met Lindekes. Wat verdomme toch, die tribun. En die willen dat feest ook nog in mijn nek draaien. Je bent niet de enige bij wie het mes op de keel wordt gezet om mee te doen. Nee, ik weet het. We komen morgen allemaal samen om eens te zien wat we tegen hem kunnen beginnen. Ga je dat nu doorzetten? Die vergadering met andere middenstanders? Ja, natuurlijk. Het is mijn initiatief. Ik denk dat je er niet veel gaat meekrijgen die tegen Lindekes durven opnemen. Dat zullen we dan nog wel eens zien. Ik zal hen toespreken als een ware volksminner en aanzetten tot de strijd. Forza! Je lijkt wel een militant van de vakbond. Amai, zo strijdlustig zo laat op een avond. Avond? Het is verdomme 13:30. En? Heb je dat krapul gevonden? Nee. En wat zei Alex over dat hele geval? Koen moet dat morgen nog eens bellen om hem eraan te herinneren. Maar het heeft dat veel te druk met die moordzaak. Zit Frans nog altijd opgesloten? Hoe is dat nu toch mogelijk? Als dat een commissaris is, dan ben ik Sinterklaas. Ja, maar hij doet juist alles om te bewijzen dat Frans onschuldig is. En trouwens, Frans zet zijn eigen klem met die leugens. U stelt mij zwaar teleur, Frans.
Ik heb geprobeerd om u te helpen, maar gestuurd mij van het kasken naar de muur. En daarom stuur ik u nu terug naar uw cel. We gaan beginnen met u 3 dagen op secret te zetten. Dat kunt je niet menen. Eigenlijk dat de zaken er nu voor staan, blijft het niet bij 3 dagen. Zelfs niet bij 3 jaar. Ik ben onschuldig. Ik wil een advocaat. En ik wil dat wapen, Frans, omdat het waarschijnlijk het moordwapen is. Ik heb je toch al 100? Ik ben uw leugen spuugzat, Frans. Het laatste beetje krediet dat je nog had, hè, dat ze er kwijt. Wat had je nu gedacht? Dat ik die oude man niet ging vinden? Had je nu verwacht dat hij zich na 20 Genevers niet meer ging herinneren dat hij geen pistool van u gekocht heeft? Dat heeft hij natuurlijk Sandrenaars doorverkocht om weer aan de zuip te kunnen gaan. Denk je dat hij dat aan uw neus komt hangen? Met een beetje geluk heb ik straks een huiszoekingsbevel. En met nog wat meer geluk, hè. Want God weet, ze zijn zo stom geweest om dat pistool bij u thuis te verbergen. Wat was het ook weer, een 7.65? Ik weet niet welke kaliber, ik ken niks van wapens. Maar richten en de trekker overhalen, dat zullen ze wel geleerd hebben in de schietclub, hè. Berg hem maar terug op, agent, dat hij het snel gewoon wordt. Tiraridam, tiraridaridadam, tadadadam, tadadadadadam, tadadadam. Ja, en hierna zou iets op tempo moeten komen. Het is alleen er wat dat hier nakomt. Ja, dat zal wel zijn. Als je met die bado's moet optreden. Nou, voilà, dat bedoel ik nu juist. Dat ding is niet eens sterk genoeg om op te treden in het schipje. Ja, en zonder serieuze microfoon treed ik niet op. Ja, uw stemmetje dat is nogal zwak uitgevallen, hè? Zeg, Koen. Waarom neemt je die kandidaat niet die zelfs geen microfoon nodig had? Ik heb nooit op Mario gestemd. Nee, maar dat is waar, nu dat je het zegt. En die kon nog gitaar spelen ook, hè? Ja. Zeg, mama, als het zo zit, hè, joh. Voilà. Marco, ga jij eens even open doen? Nee, niks van. Stel dat Sandra is. Wat zeg, is dat kinderachtige doen nu nog niet gedaan? Kinderachtig? Iemand die mij en mijn moeder gaat verdacht maken, hè? Dat is niet kinderachtig. Sandra? Goedemorgen. Hi, Mario. Hi. Ja, is die installatie nog altijd niet terecht? Nee, die is nog niet terecht. En eerlijk gezegd, ik weet ook niet hoe dat moet aflopen. Zeg, maar wat zit je aan nu te zeveren? Je zou die instrumenten toch niet genomen hebben. Ah ja, want je vond ze te duur. Ik zou ze gehuurd hebben, hè, Marco? En wie gaat er nu opdraaien voor al dat gestolen materiaal? Werner. Ja, als ze hem vinden. Ah, wat scheelt er? Spreekt je terug tegen mij? Hey, kom, jong. Zing nog eens iets. Dan moeten we niet naar de flauwekul zitten luisteren. Nee. Wacht, ik weet iets veel beters. Koop nieuwe salonschoenen en ga ermee vissen. Voilà, dat is al veel beter. En jullie zijn een koppel geweest? Zou je echt niet zeggen? Jij moet niks zeggen, jij. Alleen zingen en proberen toon houden. Ah, mannen. Wat dan? En? Lukt het een beetje? Dat is allemaal zeker. Zeg, is dat nu een antwoord? Dat is een antwoord gelijk een andere patroon. Wat zeg je die allemaal wel niet in die gazet? Wat is dat nu weer allemaal? Het is niet omdat jij tegen de voetbal zei dat iedereen dat moet uitsmeten. Je ligt niet alleen dwars verbouwen van de tribune. Je wilde zelfs het feest al boycotten. Hoe kan dat nu?
Nou, die vergadering is voor deze namiddag gepland en het verslag staat al in de gazette. Ja, de middenstanders die spannen samen tegen de werkmensen om hun plezier af te pakken. Een beetje minder, hè, jongen. Of deze middenstander zal uw job eens afpakken. Dat zijn nu de basis. Hoort het? Ja. Zelf kan ze paardrijden, tennissen. Maar als de gewone man eens een keer naar de voetbal wilt gaan... Ja. En dan doet hem gewoon dat hij het niet hoort. Zeg, hoe zit het? Heb je al contact opgenomen met de winkel? Ik heb al gebeld. Wat is er, Koen? Je doet zo geheimzinnig. Och, zeg, geheimzinnig. Koen, wat zit er u dwars? Wat hebben die mensen van de winkel tegen u gezegd? Wel, ik heb gezegd dat ik dat materiaal heb teruggevonden en dat ik dat ook zal komen betalen. Wat is wat dat er is? Oh, de wikdienst. Goedemorgen, tijd om op te staan. Wat heb jij? Wat heb jij? Een auto vol gestolen goed. Kom hier met die sleutels, en dat wat? Waarom zou ik je met... Die sleutels, godverdomme. Dat moet niet te lang duren, kom aan. Goedemorgen. Ik heb er iets voor de deur gezet dat u zal interesseren. Ah ja? Ja. Wat? Een camionetje. En er zit muziek in. Toch niet winnen zo'n camionetje? Ja, die een nozelaar is heel de nacht met die instrumenten blijven rondrijden. En dat was hem nog zo stom om mijne werf uit te kiezen om een dutje te doen. En waar is hij nu? Ik heb er geen idee van. Ik weet alleen dat hij te voet is nu. Ik heb hem uit een auto gesleuteld en een stamp verkocht. Komen jullie mee uitladen? Ja, tuurlijk. Ik zal me straks wel maar lief moeten geven naar de werf, natuurlijk. Is goed. Heb je dat artikel over Louis al in de krant gezien? Ja, dat hij de mensen oproept om het feest van de voetbalclub te boycotten. Hij was van plan om vandaag een vergadering te geven, maar ja, dat gaat natuurlijk niet door. En toch is dat artikel al in de krant verschenen. Lindekes heeft daar lucht van gekregen. Weet je wie dat artikel ook geschreven heeft? Die Nauwelaerts. Die meis komen interviewen over de natuurwinkels. Louis is vastbesloten om een proces te beginnen wegens laster. Ja, hij heeft de directie dat al laten weten. En? Hoe reageerde ze? Wat denk je? Vrij geschrokken. Pro forma. Dat weet ik zo nog niet. Ik heb de indruk dat de beheerraad niet al te gelukkig is met de invloed van Lindekes over de inhoud van de krant. Dat zou te mooi zijn, hè? Ik die mijn schuld bij jullie kom aflossen met een schadevergoeding. Ik geloof niet meer in sprookjes. Wie weet. In elk geval, Louis zit niet te springen om dat geld. Ja, maar hij zal het wel goed kunnen gebruiken, hè, nu hij verplicht wordt om die tribune gratis te bouwen. Financieel, ja. Maar hij gaat nog liever failliet dan nu onderuit te zien gaan. Hoi. Hoi. Meneer Vertomme heeft opgebeld. Constant Vertomme? Hij heeft mij zijn voornaam niet gezegd. Hij wou u dringend spreken. Ik zal hem wel opbellen. Hij zal tegen 12:00 hier zijn, zei hij. Jij moet geen afspraken maken in mijn plaats, ja? Hij stond erop. Ik heb alleen gezegd dat je om 12:00 hier zou zijn. Wie is dat eigenlijk? Een uitgever. Die van die krant waarin Louis Biesmans vandaag door het slijk wordt gehaald? En ondertussen is Lindekes bij de man in de straat natuurlijk de populaire jongen. Hij geeft het volk brood en spelen. Ja, dat is handig bekeken, hè?
Voetbal is een populaire sport. En als hij erin slaagt om Vennebos met die ploeg nationale bekendheid te geven... En terwijl maakt hij van Louis een dikke nek. Die de gewone man zijn pleziertjes niet gunt. Terwijl er eigenlijk geen gewonere man is dan mijn Louis. Op de werf maakt ze hem zelf al uit. Maar ja, als hij met zijn rug tegen de muur staat, is hij op zijn best. Hij heeft vandaag zelf al een goede daad gedaan. Ah, wat? Hij heeft de instrumenten van Conrad teruggevonden. Ja, maar als we het schipje betalen, zullen we niet verlopen, hè? Wat had je nu gedacht, hè? Dat is een try-out. Een repetitie om te zien of dat de mensen niet buiten lopen in plaats van binnen te komen. Ja, daar heeft hij wel gelijk in, hè. We mogen al blij zijn dat we een vergoeding krijgen. Maar ik hoor het weer al. Zal ik hier weer voor manager moeten spelen, hè? Zou je nu eerst gewoon leren spelen? Maar ik hoef ik niet te spelen, Siske. Ik ben de zanger. Ik vind dat je al veel noten op je zang hebt. Ik hoop het. Hoe meer noten, hè, hoe groter het stembereik. Siske, Siske. Ik zal hem zijn pieties en Sisken op zijn oog verkopen. Ah. U had me nodig? Ja. Op de dag van de moord waren er toch radarcontroles in Vennebos, hè? Mm-hmm. Ik weet het, hoor. Het is maar één kans op 1 miljoen. Maar... Ik weet waar u naartoe wil. Ah, ja? Frans beweert dat hij als een gek heeft rondgereden. Wie weet waar die niet gefletst. Ja. Wil jij dat even uitzoeken voor mij? Oké. Okay. Overigens, er is een vrouw die u wil spreken. Wie? De moeder van Marco. Lucy? Ja, is goed. Zeg dat ze binnenkomt. Mevrouw. Mevrouw. Commissaris. Wat kan ik voor u doen? Ik zeg dit niet graag, want... ik wil niemand verdacht maken. Maar nu dat Frans aangehouden is... Weet u iets dat ik tegen Frans kan gebruiken? Niet tegen Frans. Ga zitten. Zo, Constant, ga toch zitten. Wil je iets drinken? Nee, bedankt. Ah. Zeg het eens, wat kan ik voor je doen? Louis Biesemans heeft nu ook klacht tegen ons ingediend wegens laster. Ai, Louis Beton is zich weer belachelijk aan het maken. Hè? Het zijn wij die ons belachelijk dreigen te maken. Bij de lezers. Je bedoelt die artikels van onze jonge vriend Nauwelaerts? Het enige excuus van Nauwelaerts is dat die jongen onervaren is. Daardoor heeft hij zich door jou laten inpakken. Inpakken? Ik heb gewoon als aandeelhouder... Je bent niet de enige aandeelhouder. De anderen keren zich tegen je. Met mij voorop. Constant, ik heb die jongen een paar tips gegeven. Wat hij ermee doet, dat is toch zijn verantwoordelijkheid? Wij zien dat anders. Zelfs in zoverre dat we de hoofdredacteur verantwoordelijk stellen. We hebben hem op staande voet ontslagen. Pardon? Dat is wel een persoonlijke vriend van mij. Ik heb hem beloofd dat hij altijd op mijn steun kon rekenen. Mij beschouw je ook als een persoonlijke vriend. Maar ik distantieer mij van alle vriendschappen die mij en de krant een slechte naam bezorgen. Goed. Als jij er zo over denkt, dan trek ik mij terug. Met mijn aandelen. Liever dat, dan van een kwaliteitskrant een roddelkrantje te laten maken. Mijn krant is geen spreekbuis voor Clément Lindekes en diens persoonlijke rancune. Nog eens iets. Inge de Smet en Louis Biesemans zullen van mij genoegdoening krijgen. Zonder proces. Nog een goede middag. Hallo. Ja.
Is dat het enige dat jij kunt zeggen? Ook goedenavond en tot ziens. Maar doe niet zo. We gaan zitten. Wat me eerst is, een cola. Je mocht er zelf ook een nemen. Nergens een pistool te vinden. Het was toch te verwachten dat hij dat wapen niet bij hem thuis zou laten liggen. Frans is nu wel naïef, maar... Ik denk steeds meer en meer dat Frans niet zo naïef is. Hij staat krom van de leugens. Ja, naïeve leugens. Denkt je? Ik vrees dat hij alleen probeert tijd te winnen. Ach, waarom zou je tijd willen winnen? Ik zeg toch dat ik het niet weet? Ik zit mijn tijd hier te verdoen. Ik denk dat ik dat spoor van Lucius ga volgen. Lucy? De vrouw van Fernand? Zijn ex-vrouw. Ja, welk spoor dan? Zij beweert dat Werner met Fernand is komen praten om een plaatopname te sponsoren. Wanneer? Voor zijn dood natuurlijk. Ja, sorry, maar... Ik kan er niet tegen dat ze zomaar mensen verdenken en opsluiten. Jij zit toch niet opgesloten? En het is niet omdat jij met je moeder naar Nieuw-Zeeland wil vertrekken dat ze je gaan vastzetten. Sander, ik besef nu wel dat je dat niet tegen Alex hebt verteld om mij verdacht te maken. We maken vorderingen. Ja, maar je ziet wel wat er met Frans gebeurt. Hè? Ze zetten die op water en droog brood en die mens heeft niks gedaan. Hoe weet jij zo zeker dat hij niks gedaan heeft? Maar dat weet je nu toch zo. Luister, Marco. Frans is geen kwaaie vent, maar hij is soms agressief, dus het zou kunnen. Dat hij mijn vader in de val gelokt heeft. In de val? Ja, om naar de vijver lokken om hem dan dood te schieten. Hij kan hem daar ook toevallig zijn tegengekomen. Toevallig. Sma heeft me daar straks iets heel raars verteld. Wat? Wel, je weet nog, hè. Je had die een toestand rond die plaatopname. Wener die die studio had besproken en wij die ons afvroegen hoe die aan dat geld dacht te komen. Ja. En? Ons ma was erbij toen Wener aan onze pa vroeg om die plaat te sponsoren. En hoe is dat afgelopen? Ja. Dat schijnt wel onze pa eerst dat geld geven. Dat was maar om mij een loer te draaien. U een loer draaien? Je hebt toch met al die platenaffaire niks te maken? Ja. Maar... Meneer gaf het liever uit aan een vreemde dan aan zijn eigen zoon. Dat schijnt hij zelfs zo tegen Wener gezegd hebben. En toen is ons ma heel kwaad geworden. Dat kan ik me voorstellen. Maar een paar dagen later was onze pa weer zat. Hij wist zelfs niet meer dat hem dat geld aan Wener had beloofd. En toen heeft hij hem buiten gegooid. Lukt het een beetje? Ja, zullen we pas weten na de soundcheck, hè? Zeg, denk eraan, hè. Niet te luid. Anders jaag je al de klanten weg. Er is toch niemand? Morgen wel, hoop ik. En? Hoe was het met de advocaat? Duur. Heel duur. Gewoon niet te betalen. Ja, die zijn ook een van de beste pleiters van het land. Waarom moet dat nu zoveel kosten om te bewijzen dat Frans niks gedaan heeft? Zeg, jij twijfelt daar blijkbaar aan? Nee. Ja, het is goed. Ik zal alleen mijn plan wel trekken. Ik heb de indruk dat jij me iets verzwijgt. Werner heeft dus ook nog eens muziekinstrumenten gestolen. Gestolen? Hij is daar gewoon mee blijven rondrijden tot hij in slaap viel, dat is alles. Goed, laat ons dat nog tot de pesterij rekenen. Maar als je in staat bent om zo te handelen tegenover je beste vrienden... Ja? Meneer de commissaris? Ja? Proficiat. Waarmee? Uw intuïtie.
Ik heb eens nagetrokken wie er allemaal bij die snelheidscontrole geflitst is. Frans. En om... 16:24. En je moet eens kijken waar. De Vennestraat, maar dat is toch de straat... 500 meter van zijn huis. En in de richting van zijn huis. Mooi. Dank u. Frans heeft mij proberen wijs te maken dat hij rechtstreeks van bij Gert en Godlieve naar het cafetaria is gereden. Maar dat is niet zo. Hij is bij Gert weggegaan om 4:15. En 5 minuten later stond hij zogezegd voor een gesloten cafetaria. Maar hij is eerst nog naar zijn huis gereden. In volle vaart. Als je 500 meter voor je huis nog 80 rijdt, waar je maar 50 mocht... Hij is dus eerst dat pistool gaan halen. Wist ik maar waar dat pistool is.